Welkom bij de yoga van Aruna Yoga Maastricht. Voor de derde sessie van yoga voor borstopeners, voor je ademruimte. Voor vandaag, als je een dekentje hebt, een kussentje of een opgevouwen handdoek, iets wat daarop lijkt, mag je het even pakken en mag je komen zitten op de mat. Handen op je been. Je mag je ogen even dicht doen. Even je aandacht naar jezelf. Voel het contact met de grond. En het contact met de ruimte om je heen. Trek je schouders op naar je oer en draai je schouders naar achteren, naar beneden. Maak even een paar rondjes zo met je schouders. Zo je handen gewoon ontspannen ergens op je benen. En kijk of je zo'n yoga sessie gewoon kan meedoen. Dat je observeert de beweging, de houdingen, zonder dat je er een oordeel over hebt. Doe de rondjes ook andersom. Kijk of je kan observeren hoe dat nu voelt, gewoon hoe het nu past. Stop met je schouders boven, trek ze nog iets verder op. En doe je, til je kin ietsje op, iets je hoofd naar achteren. Beweeg je even met je neus van links naar rechts. Adem door. En je stopt dit midden, zet je hoofd gewoon weer rechtop. Trek je schouders iets verder op, adem in. En uit in één keer los. En kom dan op handen en knieën. Dus je kan je handen voor je zetten en zo rollen naar handen en knieën. Of kom gewoon op handen en knieën. Ik wil iets extra's of dat dekentje als je het hebt onder je knieën leggen. Spreid je vingers. Til je neus op en verleng. Adem in, kijk naar voren, laat je rug iets zakken. En uit je rug rond en je hoofd los. Beweeg zo even heen en weer. Die ruimte bij je borst, als in de lengte, eigenlijk van je buik naar je borst, naar je keel en zo naar je neus. En die ruimte in je borst is ook de breedte, zo van naar je flanken toe. En dat heeft ook alles te maken met de ruimte in je schouders en je bovenrug. Ook naar je buik toe, naar je nek toe. Stop je het midden, dan zet je handen even voor aan de mat. Spreid je vingers, hou je heupen boven je knieën en laat je borst naar de grond zakken. Misschien kan je hoofd op de grond, misschien kan zelfs je kin op de grond. Hou je armen lang, dus het kan zijn als je heel laag komt dat je ellebogen op de grond komen. Maar kijk of je je armen gestrekt kan houden. Als het niet past, dan leg je uiteraard, buig je iets je ellebogen, leg je ellebogen op de grond. En ook zo'n houding hangt er ook gewoon vanaf hoe lang je armen zijn, hoe lang je bovenlijf is. En deze opent bij je borst. Naar je hart. En dan til je hoofd ietsje op, kom je terug op handen en knieën. Voor vandaag een iets krachtigere sessie. Dus als er iets te zwaar is, kom in child pose, leg je knie op de grond of maak er een andere versie van. Krul je tenen wat, til je knieën op, hier is downward facing dog. En buig even om de beurt je ene knie en je andere knie. Nek los, sip. Zit, botten naar het plafond en ook hier je hoofd zo tussen je armen door richting de grond. Met lang haar komt je haar op de grond. Stop je in het midden. Zit, botten omhoog, je handen stevig in de mat.
En dan buig je net iets je knieën, kijk naar je handen en stap je voeten naar voren, naar je handen. Armen wijd, kom je overeind, je armen door omhoog, buig je iets naar achteren. En breng je handen voor je borst. En dan sta je gewoon rechtop. Jip. Kom je vooraan in de mat staan. Heb je grote tenen bij elkaar. Je hielen een klein beetje uit elkaar. Voor de breedte in je onderrug. Jip. En laat je stuitje zo naar beneden wijzen. Dan span je vanzelf net iets je buikspieren aan. Handen voor je borst. Schouders laag. En voel even de lengte van je voetzolen zo naar je kruin. En ga je handen naar beneden. Als je inademt, je armen wijd, je armen omhoog, buig iets naar achteren, kijk omhoog, adem. Uit je handen terug voor je borst. En doe je nog twee keer, adem in, spreid je vingers, kijk omhoog, buig iets naar achteren. Handen terug voor je borst. En gaan we voor een zonnegroet. Nog één keer, armen wijd en omhoog, adem in. En uit je handen met elkaar, buig voorover. Handen gewoon naar beneden. Handen op je scheen, benen til je neus op. Til je borst op. Goed. Handen op de grond. Hier is een plank. En blijf even in een plank. Als je het te zwaar vindt, dan leg je ellebogen op de grond. Of je legt meteen je knieën op de grond. Hou je navel iets in. En zo versterk je je rug. Goed, leg dan je knieën op de grond. Tenen naar achteren, gaat je neus naar de grond. Buik op de grond, lichaam op je buik. Til je borst ietsje op, til je benen even op. Doe je armen wijd. Misschien kan je je handen nog iets optillen. Of je neus, of je borst, of je benen. Smile en adem in en uit. Je handen terug, je benen terug. Kom op handen en knieën. Tenen in de mat, zit vlak naar achter. Omhoog, dit is downward facing dog. En buig even omste beurt je ene knie en je andere knie een beetje. Stop je met je benen parallel. Kijk naar je handen, buig iets je knieën. En stap je voeten naar voren, weer naar de voorkant van de mat. Naar je handen, handen op je scheen en dan kijk je naar voren, verleng. En dan buig je voorover, neus naar je knie. Armen wijd, kom je overeind. Buig weer iets naar achteren, armen door omhoog. Goed. En je handen voor je borst en je buigt weer mee voorover. Handen op je scheen, benen til je neus op. Handen op de grond, kom naar een plank. Leg je knieën op de grond, hou je navel in. Neus naar de grond, dan je buik op de grond, til je borst op. Terug, handen en knieën, downward facing dog. Buig je net iets je knieën, kijk naar je handen, stap. Of spring je voeten naar voren naar je handen en leg je handen op je scheenbenen. Lift. Buig voorover. Goed. En je armen wijd, kom je overeind. Buig iets naar achteren, je armen door omhoog. Handen terug voor je borst, buig voorover. Handen op je scheenbenen, til je neus op in. Kom naar een plank. Leg je knieën op de grond en let op niet eerst je buik, maar eerst je neus op de grond. En dan ligt ook je buik op de grond. Zal je navel in, til je borst op. Downward facing dog. Zit bot omhoog. Grond je handen. Buig je net iets je knieën. Kijk naar je handen. Stap je voeten weer naar voren. Handen op je scheen. Benen til je neus op. Buig voorover. Armen wijd. Kom je overeind. Buig je iets naar achteren. Kijk omhoog. Goed. Handen voor je borst. En buig nog een keer voorover. Hou je navel in. Handen op je scheen, benen til je neus op. En hier is weer een plank. Als het oké voelt, blijf je even in een plank. Dus je heupen zijn laag. Je bent gewoon één lange lijn. Zet je je voeten tegen elkaar aan. En probeer maar. Kantel aan de buitenkant van je rechtervoet. Leg je linkerbeen erop. Als het niet goed voelt, zet je linkervoet in het midden van de mat ervoor. Als het oké voelt, til je je linkerarm op. En dit opent dus ook je borst. Rijk omhoog. En til je heupen op. Dus dit is niet alleen je armspieren, het is ook je rugspieren. Core, spieren, je buikspieren. Je mag nog omhoog kijken. Je mag je linkervoet nog 3 centimeter optillen of 10 centimeter of zoiets. Adem in, maak niet te zwaar. Voet terug, hand terug, top. Leg je knieën rustig op de grond. Gaat je neus naar de grond. Til je borst op, blijf je even hier. Til je benen op, armen wijd. Goed, aan je bilspieren aangespannen. Ga je vingers naar achteren of gewoon zo parallel. Hou je borst dus opgetild. Of doe je vingers in elkaar. Adem in. En uit. Goed, je handen terug. Terug naar downward facing dog. Super, zit botten omhoog. En dan kijk naar je handen, buig iets je knieën, stap. Of voor de liefhebber, spring je voeten naar voren. Handen op je scheen, benen til je neus op. Buig voorover. Armen wijd, kom je overeind. Buig je iets naar achteren. Top, handen voor je borst, buig weer voorover. Handen op je scheen, benen til je neus op. En kom weer naar een plank.
Zet je voeten weer tegen elkaar aan. Dus hou je heupen echt in één lijn met je rug. Buik in, navel in. Buitenkant van je linkervoet en kies je versie. Als het voor je pols te zwaar is, hou je gewoon beide handen op de grond. En dan stel je je rechterarm op. Zet gerust je rechtervoet in het midden van de mat plat op de grond, onder je knie. Til je heupen op. Mag nog omhoog kijken. Als een beetje wiebelt is oké, mag je rechtervoet nog optillen. Til je heupen op, adem in. En uit, rustig je voet terug, smile, hand op de grond, knieën op de grond. Goed, neus, buik op de grond. Til je je borst weer op. Buig je knie. Als je wil, pak je je voeten vast of pak de lucht vast. Forceer het even niet. Doe je voeten naar je handen. Til je neus op, adem in. En uit, los. Handen onder je schouders, hier is child pose. Zit vlak naar je hielen. Je voorhoofd op de grond. Voel de adem. En til je hoofd op. Terug op handen en knieën. Zet je handen onder je schouders. Zet je knieën heupenbreed. En gaat je rechterarm naar rechts en omhoog. Draai mee. En komt die arm terug. Dan gaat hij onder je linkerarm door. Leg je schouders. Dus doe hem ver door naar links. Je schouder midden op de mat. Je hoofd op de mat. En ook hier, je kan een dekentje onderleggen onder je hoofd, onder je schouder, als dat beter voelt. Je linkerarm over je rug. Misschien naar je andere bovenbeen of je andere zij. En draai nog iets je hoofd. Kijk naar het plafond. En kijk hoe het past. Adem door. Zoals het ideale geval zijn je schouders nu boven elkaar. Doe gewoon wat past in. Zet je linkerhand weer naast je gezicht. Strek je arm. En dan komt je rechterarm terug. Even naar rechts en omhoog. En terug naar beneden. En gaat je linkerarm naar links en omhoog. Rijk omhoog. En die arm komt terug. De onderdoor. Ver door. Je schouder op de mat. Je hoofd op de mat. En doe je rechterarm zo over je rug. Misschien kijk je ergens naar het plafond. Je gezicht zacht. En zet je rechterhand weer terug naast je gezicht. Strek je arm. Gaat je linkerarm terug naar links en omhoog. Terug op de mat. Til ook in je neus ietsje op. Laat je rug iets zakken. Til nu je linkerknie op. Wijst je voet omhoog. Til je rechterhand op. Dan gaat je rechterhand naar achter. Anders kijk je even naar je voet. Je kan je voet vastpakken als het past. Anders leg je je hand op je rug of in de lucht. Til je knie zo hoog mogelijk op. En til je neus zo hoog mogelijk op. Zo verleng je de voorkant van je lichaam. Dan maak je dus ruimte in je rug. Je linkerhand stevig op de mat. En los. En terug. Laat je rug weer ietsje zakken. Til je neus op. Kijk je naar voren. En til je rechterknie op. Je voet omhoog. Pak met je linkerhand je rechtervoet. Of pak gewoon de lucht vast. Of leg je hand op je rug. Kijk naar voren of misschien een stukje omhoog. En duw je voet naar je hand. En dan komt je knie misschien net nog iets verder omhoog. Gezicht ontspannen. Adem door. Adem in. En uit. Terug. Goed. Hand op de grond. Knie op de grond.
En dan kruip je naar de voorkant van de mat. Je handen zo bij de voorkant. Leg je je onderbenen, je knieën en je voeten zo breed als de mat. En check. Ga je tussen je hielen zitten. En als je dus niet dan op de grond kan zitten, pak je even dat kussentje, dat dekentje. Dan ga je daar, leg je tussen je voeten, ga je daar op zitten. Een paar boeken kan ook. En als het echt voor je knieën niet oké voelt, leg liever je benen lang uit met je voetzolen bij elkaar. Dus dit past ook gewoon zoals het past. Hè? Je zet je handen achter je neer. En hoe je ook zit, je tilt je borst op, je neus en je kijkt omhoog. En dan blijf je of gewoon zo. Voel de lengte van je buik naar je borst. Naar je kiel, naar je neus. Als je wil, of als het past, buig je je ellebogen een stukje. Of leg ze op de grond. En pak met je handen je voeten. Je mag ook helemaal gaan liggen. Of ellebogen stevig in de mat en doe je hoofd naar achteren. Kijk wat nu goed voelt, wat nu past. Je hebt of je ellebogen of je handen in de mat. En dit opent dus je borst. Ruimte bij je keel. Voel de adem. En dan til je je hoofd op en kom je op de een of andere manier weer terug naar rechtop. Ga je gewoon zitten. Hou je handen achter je. Zet je voeten dan voor je neer. Zo heupbreed. Knieën omhoog. En doe je eigenlijk hetzelfde. Kijk maar je vingers naar je toe als het handig voelt. Doe anders je vingers naar buiten. En weer. Je tilt je borst op. Je tilt je neus op. Dan kijk je naar het plafond of naar een beetje achter het plafond. Plafond achter je. En til je heupen op als je wil. Zit voor je armen te zwaar is. Hou je heupen op de grond. Mag je naar achteren kijken nog. Een stukje nieuwsgierigheid zo voor elke houding. En die past ook gewoon zoals die past. Die past ook nu zoals die nu past. Adem in. En uit. Terug. Doe je hetzelfde nog een keer. Dus of je heupen op de grond. Je kijkt omhoog of je tilt je heupen op. Of versie 3. Strek je benen. En dit is een omgekeerde plank. Maar maak hem niet te zwaar. Kijk omhoog of het gaat een beetje naar achteren. Of helemaal naar achteren. Adem in. En uit. Terug. Zet je terug rechtop. Kruis je benen. Zet je handen voor je neer. En kom weer naar downward facing dog. Je hoofd los, je nek los. Buig even om zijn beurt je ene knie en je andere knie. Als je denkt het is even genoeg, ga je naar child pose. Dus je knieën op de grond. Als je wil, probeer maar. Je gaat je linkerbeen omhoog. Hou je rechterbeen gestrekt. Buig je linkerknie, wijs je voet naar rechts. Kijk even naar links. En laat nu je voet zakken naar naast de mat. Gewoon plat op de grond, onder je knie. Til je linkerhand op. Die reikt omhoog of over je hoofd naar achteren. En je kan nog je rechtervoet onder je rechterknie zetten. En je reikt naar achteren. En kijk of dit online ook te volgen is. Ik wil op zijn kop naar achteren kijken. Adem in. En uit kom je terug naar downward facing dog. Dus als het te zwaar is, zo voor één arm. Hou liever allebei je handen op de grond. Kies anders even voor child pose. Je rechterbeen omhoog, buig je knie, voet wijst naar links, kijk naar rechts. En gaat je voet over jezelf heen naar plat op de grond, naast de mat. Dan moet je je rechterhand optillen. Rijk je omhoog, misschien naar achteren. Als je wil, zet je je linkervoet onder je linkerknie. En maak er even iets een beetje handigs van. Deze moet je even 10 keer hebben gedaan. Adem. Goed, uit en terug. Terug naar downward facing dog. Goed. Ga je knieën naar de grond. Tenen naar achter voor child pose. Voel de adem. Til je hoofd op. Wandel je handen naar je toe. Ga je gewoon zitten. Zet je voeten plat op de grond. Dan mag je gaan liggen. Je armen langs je lichaam. Je voeten heupbreed en je knieën omhoog.
Leg je je armen lang uit naar achteren. Duw je voeten de grond in. Til je heupen op. Als je kijkt naar het plafond, adem in. En uit, terug. Doe je nog een keer. Duw je voeten de grond in, lift. En uit, terug. Goed, leg je je handen gewoon in elkaar. Je handen onder je hoofd. Dus je ellebogen zijn wijd. Til je voeten op, knieën boven je buik. En dan til je hoofd een stukje op. Kijk, en blijf naar het plafond kijken. Dus niet zo naar je borst, maar je kijkt omhoog. En strek je been. Flex je voeten, kijk naar het plafond of kijk naar je tenen. En dan leg je je hoofd weer terug. En dan buig je je knieën naar straat. Heb je niet je knieën naar je borst, maar je knieën precies boven je heupen. Als het gaat je rug plat tegen de grond aan. En dit zijn dan buikspieren en rugspieren. En ook die zijn belangrijk voor de ruimte in je borst. Til je hoofd een klein beetje op. En blijf dus naar het plafond kijken. Maak je niet klein, kijk naar het plafond. Als het zwaar is, doe je het met je hoofd op de grond. En dan strek je je rechterbeen. Buig je rechterknie, knieën parallel. Adem je zo in. En uit, strek je been. Linkerbeen dan, sorry. Terug naar het midden in. Kijk naar het plafond. Uit met je rechterbeen. Strekken. Misschien wat lager nog of niet. Terug. Strek je linkerbeen. Op de adem. Adem in. Knieën weer parallel bij elkaar. En uit. Strek je rechterbeen. In. Lift. Uit je linkerbeen. En de bogen blijven wijd. Nog één keer beide benen met rechts. Strek. En terug. Top en links. Benen parallel terug. Hou nog even je hoofd opgetild. Ellebogen wijd. Til je hoofd iets verder op. Strek je benen. Handen los. Flex je voeten en pak je knieholtes vast. Of pak je tenen vast. Neus naar je knieën. En dan leg je je hoofd terug. Buig je knieën. Leg je voeten op de grond. Knieën wijd. En leg je je handen vlak achter je hoofd. Gewoon je handen bij elkaar. Ontspan, voel even na. Voel de adem. En die adem beweegt tot in je buik, bij je borst. Ook een beetje bij je sleutelbeen. En ook over die adem hoef je verder geen oordeel te hebben. Die beweegt zoals die nu beweegt. Je observeert de adem zonder dat je die wil sturen. En observeer altijd vooral elke uitademing. Dat je daar leeg kan worden. Misschien kan je die voor je gevoel iets verlengen. Er komt vanzelf een nieuwe inademing. Doe je knieën terug naar elkaar toe, goed. Armen wijd en ga je knieën allebei naar links, draai je hoofd naar rechts. En je hoofd en je knieën terug naar het midden en doe je de andere kant. En je hoofd en je knieën terug naar het midden.
knieën boven je buik, je handen in je knieholtes. Til je hoofd op je neus naar je knie en rol jezelf rechtop. En kom je zitten in kleermakerszit of leg je benen lang uit. Voel even de ruimte om je heen. Handen voor je hart. Tot gauw op de mat. Namaste.